Ik kreeg alweer kippenvel. Dat is niet normaal. Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar weer een goed nieuwe vlog. Mijn naam is Marijn Marcus, oftewel vlogger Marcus. En zoals je misschien kan zien, ik ben weer in de fucking Efteling. Ik ben er pas geleden nog geweest. En ja mensen, ik loop in een korte broek. Ik dacht het wordt lekker weer, maar nee. Maar je weet, komt de zon nog wel door vandaag. Maar in ieder geval ga ik eerst zo even naar de wc, want dat moest ik heel nodig. En ik zie dat er bij de ingang, slash uitgang, huis van de 15 dagen, best wel redelijk druk is. Maar we gaan gewoon een leuke dag van maken. En ja, we zien wel waar we allemaal ingaan en zo. En ik had gehoord dat Pieter, a.k.a. Zero G Reviews, er ook is. Dus wellicht kom ik hem tegen. Maar eerst even naar de wc. Ja mensen, ik sta een beetje aan de kant van Aquanura, zeg maar, waar normaal Aquanura zou zijn. Maar zijn ze bezig met onderhoud of zoiets dergelijks. Dus ja. Aquanura die is zeg maar half leeg, om het zo maar te zeggen. Dus de show zou momenteel, of eigenlijk misschien de komende dagen niet worden opgevoerd of zo. Het ziet er best wel raar uit, ik heb hem nog nooit zo gezien eigenlijk. Best wel grappig om te zien zo. Ja, dus Aquanura zijn ze met onderhoud bezig. Hopen dat ze er snel mee klaar zijn of zo, zodat Aquanura gewoon weer kan starten. Maar ik heb hem nog nooit zo gezien eigenlijk, best wel grappig. Oké mensen, ik ga voor het eerst even kijken hoe de mop is geworden. Want vorige keer bouwden in, maar dat konden we er niet in. Dus ik ga kijken hoe de mop is geworden, zeg maar. Ik kwam omdat hij een tijdje onhoud geweest of zo. En ik heb trouwens ook, by the way, om 10:15 een boarding pass gereserveerd voor de Python. Helemaal mooi. Dus nu ga ik even in de mooie bom, tenminste, licht raam. Maar ik ga even kijken hoe die is geworden en zo. Dus ik pak lekker de single riders wachterij. En dan zien we het wel. Nou mensen, ik ben dus net in de bom geweest. Wat vind ik van? De baan ziet er redelijk schoon uit, zeg maar. Hij verloopt mooi soepel. Niet helemaal. Het komt beter, zeg maar. En qua remmen, je remt te veel naar voren. Of zoiets dan niet te veel, maar ja, het is niet zo heel fijn. Maar ik vond het wel aan de ene kant ook wel leuk om de bok weer gedaan te hebben, maar hij kon beter. Ik bedoel, als je nou een hele grote renovatie zou aangaan, dan zou de baan misschien sowieso beter gaan lopen, denk ik. En nu even kijken of de baron misschien een korte wachttijd is. Hey, de zon schijnt. Helemaal mooi, man. Dan heb ik toch nog een beetje iets aan mijn korte broek ofzo. In ieder geval ga ik even kijken hoe lang de wachtrij, of tenminste de single rider wachtrij van de baron is. Oké mensen, de baron 1898 voor de single rider met 15 minuten. Vind ik redelijk lang. Omdat ik om 10:45 de boarding pass voor de Pieter heb gereserveerd. Dus dacht ik van, nee, doe dat maar even niet. Dus gaan even kijken of wij misschien Jos en een draak of wie nog een ander. Of daar misschien niet zo lange wachttijd staat of een wachtrij. Dus ja, dat is. Yo mensen, ik ben net in de Python geweest. Ja, op de tweede rij voorin, zeg maar. Dus je hebt het eerste karretje en dan de tweede rij ervan. En ik moet je zeggen, die Python feeling is voorin echt super nice. Je gaat ook een stuk sneller. Met de tweede viel dus een beetje mee. Maar toen ik net erin was geweest, in het eerste karretje, die snelheid, jongen, dat is echt gewoon niet normaal. Zeg maar, als je door de loopings gaat, echt helemaal nice. En de Python feeling, ja, ik kon het wel niet aan begrijpen van Pieter. Dus die Pieterfeeling in de eerste karretje is van mij. Maar nu ga ik even lekker eten. Oké mensen, ik ga nu lekker even naar de vogelhok. Want bijna overal zijn best wel lange wachttijden. Dus let's go. En nou mensen, ik was dus eigenlijk net twee keer in de vogelhok geweest. Bij de tweede keer was mijn lens weer uitgevlogen. En het is mijn linker lens. En nu kan ik zeg maar deels zien, deels niet. Dus dat is best wel fucked up, zeg maar. En de zon is ook weer lekker aan het schijnen. Helemaal mooi. Dus ik ga naar de Piranha. Want daar staat 20 minuten wachttijd.
Oké, mensen, ik sta een heel klein beetje te shaken. Ik heb net Pieter zo van even gezien. Ik dacht hier bij hem op de uitgang. Het zal ongeveer 5 minuten duren. Hey, je weet toch? Ja man. Dus ik wacht even hier op hem. Hij gaat even de baron in, dus het is ongeveer 5 minuten, zei hij. Oh, dit is zo van cool. Dit is zo van cool. Oké, ik zag Pieter net voorbij chasen. Dus dat wordt wachten. Yo mensen, ik heb zo net Pieter, a.k.a. Zero G Reviews, gemiet. Hij is wel een toffe grote. Hey jong! Maar even kijken. Kijken of ik nog in de baron kom. Heb ik wel zin in eigenlijk. Rijk, baron. Single race 15 minuten. Nou oké. Nu kan het wel, omdat ik dus net een beetje haast had voor de Vitom en zo. Dus pak lekker single riders, baron 98. En dan zie ik ze meteen weer. Zo, net even een soort van geluncht. En wat had ik ervoor gedaan? We zijn naar FC geweest. Maar in ieder geval ga ik even dus kijken bij Droomlucht en Villa Volta. Sowieso Villa Volta, want daar zit 5 minuten geloof ik. En ja, voor de rest zie ik het wel wat ik ga doen. Dus, of misschien ga ik nog naar Raveleijn, dat weet ik nog niet. Want die vernieuwd is, soort van. Dus moet ik even kijken hoe laat of nog überhaupt kaarten zijn, vast wel. Ik weet het eigenlijk niet. Maar Lucha toe! Oké, fuck dat. Dat is gewoon niet zo. Ha. Dus ik ga nu richting Marenrijk. By the way, toen Baron 1898 ging, merkte me op dat de witte wieven, zeg maar, net voor als je de ketting op gaat, dat die het niet deden. Efteling, doe er wat aan. Nou, jemig man. Mensen, ik kwam dus net uit Raveleijn. Misschien waren er nieuwe dingen qua vechten en zo. Ja, het zag wel mooi uit en zo, maar ik kreeg alweer kippenvel. Dat is niet normaal. Maar ik kreeg kippenvel en zoals het gewoonlijk moest ik huilen. Ja, omdat ik het zo mooi vind, is gewoon niet normaal. Dus, Raveleijn ook weer gehad. Nu even kijken of ik mijn telefoon kan ophalen bij het witte paard. Wow. Nice. Zo mensen, lekker genieten van een shrill. Van een caramel coffee shrill. Die is echt super lekker, vind ik nu tot nu toe. Maar nu lekker genieten van een lekkere shrill. Ja. En ik kom het zo net van ook nog 2 andere YouTubers tegen. We gaan. Hij is best in bodycam 4:30. Waar de Westboom stond ik dacht, helemaal bij de Oranje. Maar dan loop ik daar waarschijnlijk zo meteen wel heen. Ja. Oh. Nou, ik ben dus hier met Pieter, a.k.a. Zero G Reviews. Yo, nou, het moest dus tijd worden, hè? Ja. Hey. Huh? Ja, zeker. Hoe heb je het gehad vandaag? Ja, best wel goed hoor. Ja? Ja. Dat heeft iedereen natuurlijk al kunnen zien hoe jouw dag is gegaan. Ja. Maar wat ik dus wil zeggen is dat eigenlijk de plannen een beetje waren of zijn veranderd. We wouden eerst in de Piranha. Ja, het was heel druk, hè? Er stond echt een lange rij. Mm-hmm. Ja. Dus nu gaan we lekker voor de Baron. Ja, want het is maar een kwartiertje en daar staat 25 minuten. Ja. Het is wel lekker weer, maar ja, dan kunnen we beter gewoon even met een kwartiertje in de Baron, toch? Ja, zeker. Ja. Oké, mensen, ik ga weer richting de uitgang van de Efteling. Het was wel weer een leuk dagje, sowieso. Heb misschien niet heel veel kunnen doen. Maar moet ik zeggen, het was gewoon leuk. En met Pieter sowieso. Dus ik sluit gewoon hier vlog af. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. Een reactie achter te laten, te delen met je vrienden. En een mooie bouwduim te geven. En dan zie ik je graag bij de volgende vlog of video. Later. Oh ja, trouwens. Er waren 2 mensen die vroegen of ik een YouTube kanaal had. En ja, dat is ook de. En die heb ik een visitekaartje gegeven. Dus shout naar jou. En sowieso een shout naar Pieter, a.k.a. Zero G Reviews. Later. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.